Al 400 inwoners van Beuningen tekenen petitie tegen komst van statushouders naast een basisschool. Ze vrezen voor overlast. In Beuningen is ophef ontstaan over de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deze vluchtelingen zouden opgevangen gaan worden in de voormalige schoolwoningen aan de Wolfsbossingel, naast basisschool De Dromedaris. Omwonenden vrezen voor overlast. Ouders en buurtbewoners in Beuningen willen liever niet dat er 14 jonge statushouders komen wonen in de twee voormalige schoolwoningen direct naast kindcentrum De Dromedaris. Ze vrezen dat daardoor de veiligheid en het welzijn van de schoolgaande kinderen in gevaar kan komen. Fractievoorzitter Karin van de Heuvel van de lokale VVD heeft twijfels bij de gekozen locatie voor de opvang. Ja goed, we zijn echt wel van mening dat we moeten kijken wat er mogelijk is. En we denken ook dat er zeker andere opties zijn. Wat ons betreft met de huidige feiten en de huidige kennis die er is. Want wij weten eigenlijk in alle eerlijkheid ook net zoveel als de inwoners eigenlijk. Denken we dat deze locatie misschien niet heel gelukkig gekozen is omdat het naast een school zit. Wethouder Frans Hoube legt uit dat de huidige schoolwoningen in bezit zijn van de gemeente en geschikt zijn voor deze doelgroep. Er is volgens hem naar een andere locatie gezocht, maar die is er simpelweg gewoon niet. Van den Heuvel vindt dat de 160 vluchtelingen die moeten worden opgevangen door de gemeente Beuningen niet alleen in locaties van de gemeente moeten worden gehuisvest. Ik denk dat we met z'n allen wel moeten kijken van ja, wat is er nog meer mogelijk. In Bergendal bijvoorbeeld zitten mensen wel privaat. Is daar dan een toegang in de gemeente? Dus dat we moeten kijken hoe we de doelstelling van 160 gaan behalen. Ja, wat ons betreft is dat niet alleen op gemeentegrond of bij gebouwen die reeds bij de gemeente of in bezit van de gemeente zijn. Er is inmiddels een petitie gestart waar ondertussen al 400 handtekeningen zijn getekend. Ook is er een WhatsApp-groep waarin ouders dreigen hun kind van school af te halen als er geen oplossing wordt geboden. Uit rondvraag binnen de omwonenden van de school blijkt dat er een wisselend geluid wordt gegeven. Volgens sommige omwonenden worden er al aannames over overlast en waardedalingen van hun huizen gedaan. Ik denk als we rondkijken hebben we overal overlast. Kijk naar onze eigen jeugd, die geven ook problemen op straat. Dus of dat nou buitenlanders of Hollanders, problemen hebben we altijd. Mensen zijn mensen, ook buitenlandse mensen zijn ook mensen. In Andelst organiseert de Clara Fabriciusschool de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument. Hier worden elk jaar 6 jonge militairen herdacht die omkwamen tijdens een uitzending in het toenmalige Nederlands-Indië. In de periode 1945-1950 werden bijna 100 jonge mannen uit de voormalige gemeente Valburg als militair in Nederlands-Indië uitgezonden. De 20ers en 30ers Jacobus Veldman, Jan Hendricks, Wilhelmus Arns, Jan van Boeien, Willem Jansen van Doorn en Geurt Sipman kwamen hierbij om het leven. Het is het 40ste jaar dat we hier als gemeente herdenken en voor mij was dit persoonlijk de eerste keer. Het aantal mensen die in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd verkleint logischerwijs met het verstrijken van de tijd. Vrijheid is echter ook vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend. Daarom zegt ook gemeente Overbetuwe dat het belangrijk is te blijven herinneren wat er gebeurd is en te blijven herdenken. Ik vond het een indrukwekkende herdenking. Het is een heel kleinschalige herdenking. Herdenken 6 mensen en dat maakt het dan ook wel weer heel, heel persoonlijk. Hier krijgen de gesneuvelden echt een gezicht. En dat is ook wel een hele mooie manier om te herdenken. Er wordt niet alleen in gesprek gegaan met onbekende nabestaanden. Ook heeft wethouder Ten Dam met naaste familie veelvuldig gesproken over de Tweede Wereldoorlog en de impact hiervan. Ik heb helaas recent mijn opa en oma verloren. En dat waren de laatste overlevenden in mijn familie die nog echt de oorlog mee hadden gemaakt. Maar daar heb ik wel heel veel mee gesproken en over gesproken. Het is belangrijk om te blijven herdenken. Toch wordt het steeds lastiger verhalen uit eerste hand om te zetten naar een herdenking. De gemeente geeft meerdere manieren waarop dit toch mogelijk is. Zo worden persoonlijke verhalen gedigitaliseerd of worden kleinkinderen van veteranen aan het woord gelaten. En dat vind ik een hele mooie manier om het herdenken levend te houden. Wat mij betreft stoppen we daar nooit mee. En kunnen we van generatie op generatie het verhaal doorvertellen en blijven herdenken. Als school zijnde vinden we het ontzettend belangrijk om vrijheid te mogen vieren met elkaar. Want vrijheid is niet zomaar iets wat je cadeau krijgt.
De gemeente Bergendal heeft het Green Destination certificaat in ontvangst mogen nemen. De hoogste internationaal erkende onderscheiding op het gebied van duurzaam recreatie en toerisme. Dit certificaat laat zien dat de gemeente Bergendal op de lange termijn bezig is met duurzaamheid. Deze hoogste onderscheiding is best uniek. In de hele wereld zijn er maar 7 plekken die deze onderscheiding hebben ontvangen. Volgens de organisatie Green Destinations heeft de gemeente een goede strategie en een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid. De certificering van ons is een management certificering. Dat betekent dat we niet gaan meten of geen minimum eisen hebben over wat we noemen KPIs, Key Performance Indicators. Dus het is geen minimum aantal afval dat moet worden gescheiden of verminderd of iets dergelijks. We kijken meer naar, is er een doelstelling en doet de gemeente voldoende om die doelstelling te behalen en wordt dat constant gemonitord. Dus dat betekent dat je heel goed je met je natuur en landschap omgaat in je gemeente, dat dat ook goed verankerd is in het beleid en dat je daar ook de mensen in de gemeente meeneemt, de ondernemers, de toeristen meeneemt om dat ook te beleven. De criteria van het certificaat zijn internationaal erkend door de Global Sustainable Tourism Council. Een bestemming wordt beoordeeld op verschillende aspecten. Als je onderneemt of als bezoeker komt, dat je rekening houdt met natuur en landschap. Dat je daar waar sprake is van afvalscheiding ook keurig je afval scheidt, net zoals je dat thuis doet. De standaard dingen, klimaat, water, watertekort, hoe spaar je water, dat soort dingen. Maar het gaat ook over het betrekken van inwoners. Meet je de inwonertevredenheid met toerisme? Zijn ze nog oké? Eigenlijk alle kanten gaat het op. Ja. Het toerisme heeft een grote impact op de inwoners en de natuur van de bestemming. Maar in Bergendal wordt het toerisme in goede banen geleid. We proberen de drukte wat te spreiden. Dat doen we ook met marketing. Dus bewust reclame maken zodat je de mensen spreidt over het gebied. Dat de druk op landschap en natuur zo min mogelijk is. Dus het is belangrijk dat er een toerisme wordt ontwikkeld wat die waarde eigenlijk behoudt. Dus en niet, zoals je ziet op sommige plekken in de wereld, dat eigenlijk de waarden die er zijn, dus hebben we het over culturele of natuurlijke waarden, dat die eigenlijk uiteindelijk achteruit gaan. Graag op de fiets, maar de fiets niet kunnen betalen. Het fietsenproject Met een fiets doe je mee gaat strijd aan tegen fietsarmoede in Nijmegen. Tweedehands fietsen worden ingezameld, opgeknapt door vrijwilligers en uitgegeven aan mensen met een maatschappelijk kwetsbare positie. Het Huis van Compassie is vorig jaar begonnen met dit project. Samen met vrijwilligers hebben zij hard gewerkt om maar liefst 500 fietsen te verzamelen, op te knappen en vandaag is de dag dat de fietsen worden opgehaald. Ja, het is heel gek, want je denkt Nederland is echt een fietsland, iedereen heeft een fiets. Maar er zijn toch heel veel mensen in Nijmegen ook die nog gewoon geen fiets hebben en dus ook niet heel mobiel zijn. En die kunnen geen fiets kopen. Die hebben gewoon het financiële middelen niet om een fiets te kopen. En door hier een fiets te kunnen krijgen, hebben ze toch de mogelijkheid om boodschappen te doen, naar de school toe te gaan, naar hun werk toe te gaan, naar taalklassen en dergelijke. Dus het helpt gewoon echt mee om te participeren in de samenleving. Een van de mensen die graag een fiets wil om te participeren in de samenleving is Ronald. En vandaag mocht hij zijn fiets ophalen. I'm very happy. It's a strong bike. And it's very fast. I'm a refugee from Uganda and I live here in the Nijmegen. The bike is very useful for me to move around, to get to know about the activities that are happening. And I come back to the Hazzasi and I inform the people, mobilize them and encourage them to attend those activities. Vrijwilliger Agayan weet hoe moeilijk het is om je weg te vinden in een nog onbekende maatschappij. Maar nu repareert hij fietsen om anderen te helpen. Ja, het is belangrijk, dus ben ik zelf gevraagd om de vrijwilliger te werken. Het is belangrijk voor mij. Ik ben zelf 30 jaar geleden naar Nederland gekomen en ik was ook zelf asiel. Ik ben al lang geleefd in een asielcentrum, dus ik begrijp de mensen heel erg goed. Daarom wil ik gewoon graag aan de mensen helpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht krijgen we nog met een aantal buien te maken. Maar morgen wordt het iets beter. De temperatuur gaat omhoog naar zo'n 12 tot 14 graden. En met een beetje mazzel blijft het droog. Hebben we minder mazzel, dan valt er wat lichte motregen. Maar die kans is niet heel groot.
Zaterdag en zondag wordt het nog iets warmer, met 16 à 17 graden. In grote lijnen blijft het droog, maar een enkele bui is niet uitgesloten. Vooral zaterdagavond kan er hier en daar wat regen vallen. Zondag belooft verder een erg aangenaam lentedag te worden, met veel zon en nauwelijks regen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 25 april. Morgen is het de dag voor Koningsdag. Dus reiken veel burgemeesters weer verschillende lintjes uit aan inwoners van hun gemeente. Daarnaast staat de dag voor veel basisscholieren in het teken van de Koningsspelen. Wij zijn er uiteraard bij en dat alles zie je morgenavond in onze uitzending. Graag tot dan!